Die musikant Connie de Villiers en skrywer Dion Meyer het albei sterk bande met die Karoo en vanjaar het hulle kragte saamgespan vir die produksie Karoo Suite, waarin Dion se woorde en fotografie saam met Connie se oorspronklike komposisies ingespan word om 'n soort ode aan die Karoo te skep. Kom ons kyk. Het is moeilijk om je muziek te beschrijven, dit daar onderskryf of pas goed hopelijk aan bij die tekst wat Dion gedoen het. Maar als een mens misschien een stijl daaraan moet toeschrijven, is het zo'n beetje zoals Vangelis. Hoop ek, maar het is voor ons mooi. Ik zal die productie beschrijven als een multimedia productie. Ons het Connie se prachtige muziek, ik heb tekst geschreven en ons gebruik ook foto's wat in die Karoo geneem is. So ons hoop om al die sintuie te bereiken. Wat mij erg opgewonden maakt van die productie is om samen met Dion te werken. Je weet, mensen kennen hem als een genreschrijver, die succesvolste spanningsgenreschrijver. En mijn mensen weten eigenlijk hoe ver zijn schrijfvermoe strekt. Het was mij heerlijk om met Connie samen te werken, omdat het de eerste is. Ik heb nog nooit samen met een muzikant van enige aard op die manier samengewerkt. En Connie is net een absolute geniale muzikant en liriekschrijver. Dat is natuurlijk bij intimiderend. Dan moet ik lyrics schrijven en hij, wat zo briljant is, moet daarna kijken. En ik denk dat ze zeker een vertrouwen. Ik heb van die begin af gezegd, ik zal schrijven. Ik heb niet gedacht, ik kan het doen niet, maar dan moet hij mij eerlijk zijn of het werkt of niet. En hij heeft hier en daar gesneden en geskaaf aan goed wat ik geschreven heb. En dat is precies wat ik graag wil gehad het. Ik heb niet specifiek iets uit die Karoo uit probeer trek om in die muziek te weergeven. Ik probeer om Dion's ongelooflijke mooie tekst zo accuraat als mogelijk te weerspelen. En ik wil graag geen mensen moet die emotie wegnemen. Niet denk die tekst was prachtig of de muziek was mooi nie. Hulle moet sê, dit was een baie mooie vertoning wat ons geraak het. Dit is nooit moeilijk om woorden te vinden om een Karoo te beschrijven. Die groot probleem is om rechte woorden te vinden. Ik vind dat wanneer mensen mij vragen hoe kom ik lief is voor die Karoo, dan schrijf ik te veel, maar dat zoveel aspecten. En ik heb de dag in de Koran onderuit gezegd dat ik denk op je oude eind, als een mens woorden kan vinden van hoe kom die Karoo je bekoor, dan is je bekoring niet echt. Ik denk een mens het die liefde voor die Karoo of je heet het niet. En een mens het er erg niet woorden nodig om het te beschrijven.